Mooi dat het CBS de Monitor Brede Welvaart presenteert. Er is zoveel meer dan BBP. Voldoende werk, een eerlijke inkomensverdeling, gezonde lucht, toegankelijke zorg. Het goede leven is niet te vangen in een simpel cijfer. De Monitor geeft getallen weer, die pas gaan leven als politici stelling nemen. Het is aan hen te beslissen wat een mooie score is, waar verbetering noodzakelijk is en op welke manier dat het beste bereikt kan worden. De Monitor laat veel positieve ontwikkelingen zien op sociaal, maatschappelijk en economisch gebied. Maar tegelijkertijd zijn er negatieve ontwikkelingen met betrekking tot de leefomgeving. Zoals wanneer het gaat over de uitstoot van broeikasgassen, de soortenrijkdom van dieren en planten en het gebruik van niet hernieuwbare grondstoffen. Die afruil geldt niet alleen in het hier en nu, die geldt ook voor de relatie met de leefomgeving elders in de wereld en in relatie tot toekomstige generaties. Geen mens is gemiddeld. Achter de cijfers voor brede welvaart gaan grote verschillen schuil tussen mensen, bijvoorbeeld naar opleidingsniveau of naar het hebben van een niet-westerse achtergrond. Ook de verschillen tussen regio's in Nederland zijn fors, bijvoorbeeld tussen de krimpgebieden en de stedelijke gebieden. Voor toekomstig beleid dat ook effectief is, zal de overheid meer rekening moeten houden met die verschillen tussen mensen en regio's.